Delen van de weg naar het district Koroni zijn onbegaanbaar. Naast kraters en kuilen in de weg vormt het metershoge wiet langs de weg ook een gevaarlijke situatie. Wij waren in juni al in het Kokas-district, waar DC Winter aangaf dat hij was geadviseerd door het ministerie van Openbare Werken om de droge tijd af te wachten alvorens de gaten te dichten. Ja, we hebben al met OW gesproken, afdeling wegen. En ze hebben ons beloofd om in de, zeg maar de komende week ons te voorzien van asfalt. Maar het zou in feite reeds gebeurd moeten zijn, maar vanwege de aanhoudende regens is het ons afgeraden om de gaten te dichten tijdens de regentijd. Dus we wachten even, zodat we denken dat we beginnen op alle de olo. Wij stelden dezelfde vraag. Laatst weer aan minister Riyad Noor Mohammed van Openbare Werken wat het probleem nou is van de weg naar Koroni en waarom die nog steeds niet is aangepakt. Nee, dus kijk, we vragen de mensen inderdaad wat geduld en veiligheid om veilig te rijden, want we kunnen niet alles in één dag doen. Zo werkt het niet. Het bedrijf dat die sectie bezig is, is het bedrijf Baitali NV. En die is al begonnen met labwerkzaamheden, reparaties en binnenkort gaan we meer activiteiten zien. Je moet weten dat die bedrijven, hun personeel ook verdwenen is. Het zijn andere sectoren. Zo simpel is het. Dus zij zoeken nu weer arbeiders. Dus dat is het geduld dat ik vraag. En langzaam gaan we de vlotheid in werkzaamheden zien. De minister geeft aan ook op de hoogte te zijn van de metershoge wiet langs de weg. Hij geeft aan dat er langzaam verandering gemerkt zal worden, omdat de middelen pas vrij zijn gekomen om werkzaamheden uit te voeren. Dat heb ik gezien, dat was maanden zo geweest. Dus nu krijgen die bermen inderdaad een beurt. En inderdaad, soms was er bijna één rijstrook, et cetera. Maar anyway, je moet veilig even rijden, wat moet je anders doen? Niemand gaat het anders doen, dus wij moeten dat doen. Maar dat kunnen we pas doen als de middelen er zijn en de mogelijkheden er zijn. Dus in ieder geval, nu gaat het goed komen. We hopen dat de wegen landelijk veiliger zijn. De hoofduitgangswegen, de primaire wegen, laat maar dat zo zeggen. Dat de primaire wegen overzichtelijker zijn. En dat de mensen ook veilig rijden, want we hebben ook mooie wegen. Ik ga u een van de wegen opnoemen waar er zoveel keer aanrijdingen gebeuren, omdat mensen gewoon racen op de weg. Hoe je die weg daar, een van de mooie wegen die niet lang terug opgeleverd is, waarbij zoveel ongelukken zijn gebeurd. Een weg met goede beleiding, goede asfalt, voetpad in rood, toch race men daar met alle gevolgen van dit. Ik kan even op die naam vallen hoor, geen nu weer gevonden weg. Mooi voorbeeld. Het hoge gras staat er nog en een deel van het slechte wegdek moet nog worden hersteld.